Michael, jullie waren aan het verbouwen, maar de winkel komt niet terug. Nee, we hadden inderdaad grootste plannen. Het concept nieuwe vormgeven in dit mooie pand op de Haarlemmerstraat. Je ziet het al om ons heen hebben we al het een en ander schoongemaakt, klaargemaakt om door te pakken. Maar helaas, lekkage. Dit was het deel waar echt een blikje in de afvoer zat en wat overstroomd is. Maar na 2 dagen zat hier de schimmel aan de muren, de oranje schimmel. En het bedrijf dat we naar hebben laten kijken, die zei dat het echt niet van de enige lekkage, van die lekkage kon komen. Zo kregen we ook op andere plekken weer lekkage, ook op plekken waar het al eens verholpen was. We hebben op het dak gestaan met de loodgieter en die zei, hier mag wel een tonnetje tegenaan om dit waterdicht te krijgen. En ja, onze conclusie is dat het gewoon niet meer werkbaar is. Je ruikt het ook, het slaat op je longen. Wij hebben de besluit genomen, ook omdat we hier met de kwetsbare doelgroep werken, om gewoon de stekker eruit te trekken, om per direct op te zeggen. Onze huurbaas denkt daar anders over. Die vindt het een prachtige werkplek nog steeds, waar niks aan de hand is. Dus wij hebben een probleem. Op dat vlak. Dus wij zijn er, het is nu leeg, we zijn er uitgetrokken. En we zijn nu op zoek naar een plek waar we dingen voort kunnen zetten.